Dit is Flevoland van zaterdag 26 juni. Kunstenaars en creatieve ondernemers in Almere Haven stelden vandaag hun atelier open voor bezoekers. Dit als onderdeel van het landelijk atelierweekend. Op verschillende locaties op bedrijventerrein De Steiger konden mensen terecht. En aangezien de mondkapjesplicht vanaf vandaag grotendeels is afgeschaft, konden die in de tas blijven. Gewoon geweldig. Ja, dus, je bent er gauw genoeg weer aan gewend. Maar ik vind het heel fijn dat je het gevoel hebt dat alles weer normaal is. Heerlijk. Ja. Ik heb hem wel mee voor de zekerheid, want je weet het nooit. Ja. Maar ik vind het heerlijk. Ja. Bevrijdend, ja. Na al die maanden. Ja. Maar dat is het minste. Dus de rest zijn wij er goed doorheen gerold. Toen ik hier binnenliep, dacht ik eerst even, waar is mijn mondkapje? Maar dat is niet meer nodig, dus dat went ook weer snel. Ja. Toch zie je sommige mensen er nog wel eentje op hebben, hè? Nou ja, iedereen vrij natuurlijk om daar weer rustig aan te wennen dat het af mag. Dus helemaal goed. Voor de kunstenaars en creatieve ondernemers is het weekend een goed moment om zich weer eens te presenteren aan de buitenwereld. Iets dat de afgelopen maanden natuurlijk moeilijk was. Het leuke eigenlijk van het landelijk atelierweekend is dat dan in het hele land aandacht geschonken wordt aan creatieve zelfstandigen. Die dus ergens hun eigen atelier hebben. En dat is ook openstellen voor publiek. Je ziet gewoon dat mensen echt even er een dagje van maken, of zelfs een weekend, om dan ook echt eens bij die mensen binnen te kijken. En dan wordt er ook op gerekend. Hè? Dus dan stoor je iemand niet in het zagen, schilderen of beeldhouden, maar ook open ontvangen om eens even rond te kijken. Voelt het alsof het weer teruggaat naar normaal, zullen we maar zeggen? Nog niet helemaal, maar ik kom zelf wel uit het medisch vlak, dus dan voelt het nog niet helemaal zo normaal. Maar het voelt ook wel bevrijder en minder warm aan je gezicht natuurlijk sowieso. Dat merk je absoluut wel, ja. Ook morgen kunnen bezoekers nog terecht bij de ateliers in Almere Haven. De opgeviste slagtand van een prehistorische bosolifant die bij North Sea Fossils op Urk lag, is opgeëist door België. Het land heeft aanspraak gemaakt op internationale regelgeving om de slagtand terug te krijgen. De bosolifant kwam 125.000 jaar geleden voor op wat nu de bodem van de Noordzee is. Een garnalenvisser had de tand voor de kust van België boven water gehaald. North Sea Fossils haalde de slagtand naar Urk. Op basis van Nederlandse publicaties kreeg de landsadvocaat van België lucht van de kwestie en begon hij een procedure. Uiteindelijk zijn België en North Sea Fossils overeengekomen de slagtand over te dragen. Daar zal het fossiel tentoongesteld worden. En dat is ook wat het Urker bedrijf voor ogen had. Dit zijn echt al mooie bloeiende bermen. Er zitten voor heel veel insecten zitten daar al heel veel voedsel. Nectar en stuifmeel zit erin, hoor. Dat is echt onderschat dat niet. Boeren, burgers en buitenlui wandelden vanmorgen samen een rondje over de Zwijnsweg in Ens. Sinds 2 jaar hebben de bermen van die weg hun speciale aandacht. Het bijzondere aan dit project is dat de aanwonenden en dan de boeren die hier hun bedrijven hebben, dat die de handen ineengeslagen hebben en met elkaar het bermbeheer opgepakt hebben. En niet alleen de boeren, maar ook de mensen die in de arbeiderswoningen wonen, dus de burgers die ertussen wonen. Dat werkt allemaal met elkaar samen om dit project tot een succes te maken. Het begon allemaal 2 jaar geleden toen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een prijsvraag uitschreef. Bloeiende bermen binden burgers en boeren, zo heette het plan van de Zwijnsweg. En het won. Dat plan hield in principe in dat je toch door samenwerken zeg maar, de biodiversiteit vergroot. Kort gezegd kwam het erop neer dat de bewoners niet meer alleen naar hun eigen stukje berm keken, maar samen de bermen van de hele ruim 5 kilometer lange weg gingen beheren. Ecoloog Tim van Veen gaf advies en doet dat nog steeds. Dus ik denk dat echt die actie van die berm hier enten met het maaisel van de Uiterdijkenweg, dat is wat mij betreft al geslaagd. 2 keer per jaar maaien de bewoners nu de bermen van de Zwijnsweg. Het hooi gebruiken ze zelf. Dat is een hele speciale kwaliteit, omdat het ook gewoon langzaam gegroeid is, zeg maar. Dus je hebt gewoon en het is ook een hele rijke vegetatie, dus er zitten van allerlei soorten zitten erin. Al met al is de Zwijnsweg in korte tijd een bloeiende plattelandsweg geworden. Ik verwacht in de toekomst dat hier zich een mooie, bloemrijke berm gaat ontwikkelen. Profvoetballer Paul Kwast uit Almere is momenteel clubloos. Na 4 mooie jaren bij RKC Waalwijk besloot die club zijn aflopende contract deze zomer niet te verlengen. Ja, dat is wel jammer, want ik heb natuurlijk een hele mooie tijd gehad bij RKC.
vier seizoenen precies 100 wedstrijden gespeeld. De laatste was, de 100ste was tegen Feyenoord in de Kuip. Dus ja, wat ik zeg met de promotie ook van de club twee jaar geleden, dacht ik. Tegen Go Ahead Eagles toen als hoogtepunt, ja, gewoon echt hele mooie tijden meegemaakt. En ja, dat neem ik alleen maar mee. De 36-jarige Kwasten is dus nu op zoek naar een nieuwe club en houdt momenteel zijn conditie op peil in zijn woonplaats. Ja, ik train voor mezelf hier bij Forza Almere. Dat doe ik eigenlijk echt al sinds ik klein ben, toen het hier Zwarte Schapen heette nog. En dat doe ik vaak met mijn vader. Dan gaan we het veld op en dan ja, gewoon voornamelijk conditioneel ook en met de bal. Dus voornamelijk zelf probeer ik me fit te houden. Ja. Van kleins af aan heeft mijn vader ook al mij altijd apart getraind. Nog naast dat ik bij A80 voetbalde, hier een stukje verderop. Dat is gewoon alleen maar mooi om te zien dat hij nog steeds hier met mij staat eigenlijk. Kwasten was vanwege blessureleed van 2010 tot 2014 niet actief in het betaald voetbal. Tot Almere City hem in 2014 een nieuwe kans bood. Ja, ik heb gewoon een heel goed gevoel aan Almere, ook omdat ze me toen die kans hebben gegeven. Na mijn 4 jaar blessureleed om mij toch meteen voor 2 jaar te tekenen toen die tijd. En dat werd een succesvolle periode met onder andere 2 gewonnen periodetitels. Kwasten zou een eventuele terugkeer naar Almere City best zien zitten. Ik kom natuurlijk ook uit Almere zelf, dus ik denk dat Almere wel een club is die bij me past, dus ik heb daar een goed gevoel bij. Dus wie weet. Maar het allerliefst blijft Almere ook komend seizoen toch actief op het hoogste niveau. Ik denk als topsporter moet je natuurlijk altijd ambitieus zijn en wil ik gewoon in de Eredivisie blijven nog een jaar. Daar richten we ons op dit moment op en vandaar het geduld ook. Dat zal, ja, na het EK zal het allemaal een beetje gaan rollen, hè, het balletje. Dus daarna zien we wel verder of ik eventueel naar de KKD zou gaan. Oud-international Ruben Schaken uit Almere kiest net als bondscoach Frank de Boer op het EK voetbal voor de veelbesproken 5-3-2 opstelling. Ondanks dat hij zelf vroeger het liefst 4-3-3 speelde. Je moet eerlijk zijn, 3 gespeeld, 9 punten. Dus ja, dan heeft de coach altijd gelijk. En je moet natuurlijk ook kijken met het materiaal wat je nu hebt lopen. Ik denk als je Weghorst opstelt, dan kan je met vleugelspelers spelen. Maar als je dan weer kijkt naar Memphis, trekt heel veel naar binnen. En aan de andere kant zal je dan misschien Berghuis daar hebben met zijn linkerbeen. Trekt ook heel veel naar binnen. Dus ja, is het dan verstandig om 4-3-3 te spelen? Ik denk dat dat ook de manier is, denk ik, dat hij heeft geredeneerd. Dus ik denk toch 2 spitsen en dan met... Ja, ik denk toch nu op dit moment Memphis en Malen. Heel veel snelheid, heel veel dreiging. Nederland speelt in de 8e finale tegen Tsjechië. In ons land hoor je veel kenners dan roepen, ha, die winnen we wel even. Maar de oud-Feyenoorder denkt niet dat de Nederlands elftal de Tsjechen zomaar oprolt. Nee, dat denk ik even niet. Nee, de Tsjechen zijn niet zomaar doorgegaan in toch wel een sterke pool, ook vond ik. En ik heb ze zelf niet heel veel zien spelen. Alleen goed, ze hebben altijd wel sluwe spelers, dus het Nederlands elftal moet niet onderschatten. Maar goed, in de flow waarin we zitten verwacht ik wel dat dit wel moet lukken en dat het toch wel een gunstige ploeg is om tegen te spelen op dit moment. In zijn tijd bij de Eredivisieclub Feyenoord speelde Schaken 7 keer voor het Nederlands elftal. Van toen nog bondscoach Louis van Gaal. De Almeerder vond het altijd een enorme eer om voor zijn land uit te mogen komen. Ja, het is een bijzonder gevoel. Het moment dat je de lijst al ziet, hè, dat je naam tussen de lijst staat die opgeroepen zijn, dat is fantastisch natuurlijk. Uiteraard als je wedstrijden mag spelen, je komt de kleedkamer in. Hè, alles staat al uitgehangen, oranje, je nummer, je naam en de fans uiteraard. Super. De grote vraag, wat wordt het komende zondag? Ik ga voor een 2-0. Voor Nederlands elftal. 2-0. En hoe ver komt Nederland? Moeilijk te zeggen. Ik hoop natuurlijk finale, maar ik schat halve finale.